ook niet, jongen. Jij bent beter lang. Zo. Ja. Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is nu 6:30 ochtends. Zoals jullie dat kunnen zien aan mijn hoofd. En ik moet mijn haar nog even doen voor de training. Ik heb mijn t-shirt al aan, mijn pakje nog aan. Ja, dus ik ga even laten zien welk pakje ik ga aantrekken. Ik ga dit pakje aantrekken. Die blauw-paarse met een soort van... die pailletjes erop. Dus die ga ik even aantrekken. En daarna ga ik naar beneden om even snel mijn spullen in mijn koelbox te doen. En daarna ga ik naar de turnhal toe. En vandaag brengt mijn vader me naar de turnhal. Dus daarom ben ik later op. Dat is op zich wel lekker. En dan ga ik voor jullie de dinsdagvlog laten zien. Want ik heb niet eens verteld dat het dinsdag is. Dan weten jullie dat nu even. Het is dinsdag. Dinsdag. Ik ga me nu klaarmaken en dan zie ik jullie straks weer. Ik zit nu in de auto onderweg naar de turnhal. En we zijn al bijna bij, zeg maar, bij Schiphol. Oh, we gaan de tunnel in. En ik zit dus nu in de auto, zoals jullie zien. En op de dinsdag hebben wij geen belasting bij turnen. En dan gaan we aan ambitie werken. Dat is zeg maar wat je later wil kunnen. Dus dat vind ik altijd de leukste dag om aan elementen te werken. Dus wat ik denk dat ik vandaag wel ga oefenen is aan brug chappie. En misschien ook een half over en aan draaien. Op bal, gloes, schattig, loopsalto. Op vloer, ik denk weer even dubbel hurk opbouwen. En aquiflik 2,5 schroef. Op sprong, ik weet nog niet of ik vandaag sprong ga doen voor mijn elleboog. Omdat ik al brug ga doen. Dus daar moet ik nog even kijken wat ik ga doen. Ik loop nu in de turnhal en ik zie jullie straks na de training weer. Thank you.
met de training. En we gaan nu naar school fietsen. Ik fiets samen met Hope en Esmee. En we lopen nu naar buiten toe. Even tussen een gesprekje door. Ja, we werden even gestoord. Wij gaan nu naar Duits toe. Ik ga samen met Hope naar Duits. Esmee, die zoekt het maar uit waar ze naartoe gaat. Nederland. Yo. En daarna hebben we Engels. En dan krijgen we een cijfer, want we hadden vorige week een toets. Dus dan krijgen we het cijfer van die toets. Ik sta een beetje tegen het licht in. Beter zo. En Hope is nu haar fiets aanpakken. Oh ja, jij fiets voor mij. Ja, ik moet voor haar fietsen, want Madelief had de toets. Dus toen moest ik... Mag ik morgen op de fiets? Nee, dat gaat niet goed. En ik ga dus voor Hope fietsen, omdat Madelief mijn fiets nodig had. Omdat ze snel moest gaan, omdat ze een toets had. Dus ik ga nu voor Hope fietsen. Dat heb ik nu al 3 keer gezegd. Maar ja, ik zie jullie straks. Staat hij nu aan? Ja. Nou, hallo allemaal. Ik mag vanochtend op de fiets. Oké, we gaan nu stemmen van Kaylee. Ik zit achterop. En ze heeft een grote tas. Je moet een kleinere tas komen. Nou, welkom bij een nieuwe vlog voor de tweede keer. Het gaat hartstikke goed. We gaan nu naar school. En ik heb het Duits. Leuk. Oh. Dat heb ik allemaal verteld, Hoop. Oh, nou, dan vertel ik het nog een keer. Laat mij volgen. Hoe laat is het? Echt vet laat. Eet het zijn? Het wordt overal, hè? Het is... Even kijken. Laat die camera uit, ben je niet vallen. Het is 15 over. Hey, dat zag ik. En we fietsen nu weg. We komen lekker te laat. Wij zijn er echt om 9:30. Ja, het is dus groen voor de 3e keer. Want we moesten tussendoor even wachten op een vrachtwagen. Kijk maar. En we zijn al laat, we hebben alle tijd van de wereld. En ja, hoe lang gaat dit nog duren? Het verhaal van Kaylee en Hope met de vrachtwagen die aan het inparkeren is. Twee woorden, 9 letters, duurt lang. Nou kijk, er begint een einde aan te komen, dus ik stop de camera weer weg. We zijn zo laat op school, jongens. Zo heftig. Nou, 1 jaar later en wij zijn op school. Ik ga even de fiets aan het neerzetten. We gaan nu snel naar boven toe, want anders missen we echt nog langer van de les. We missen nu 10 minuutjes ongeveer, dus dat valt mee. Welke verdieping moeten we? De 3e. Lekker naar boven. Moeten overigens helemaal naar boven. Mensen kijken me hier op het schoolplein zo aan. Maakt niet uit. Ik ben Kaylee van Kaylee Dad. Kijk. Jules, die naar de sportarts moet, is nog gewoon bijna eerder dan ons op school. Hoi Jules. Hi. Kijk daar. Ik ben dus nu in de les. Ik moest helemaal naar boven lopen en ik zit hier met Michaela. Ja, ze zit achter mij. En ja, kijk, hier zijn allemaal andere meterleerlingen. En ik zie jullie na de Duitse les weer. Tot zo. We zijn net klaar met de Duitse les. En het is nu pauze. Dus ik ga zo eten. We zijn Engels en we gaan dit stencil maken. Ik ben er vorige week al mee bezig geweest. Zoals jullie zien, staat nu weer in de tunnel. Ik ben hier met eentje, want wij waren eerder klaar met school. Hoop moest naar de fysio en ik was alvast naar de tunnel gefietst. Ik heb nu mijn pakje al half aan. En ik ga zo even lekker wat eten. Volgens mij eet ik een wrap, want die heeft mijn moeder gisteravond gemaakt. Shout out naar mijn moeder. En school was op zich wel oké. Ja, Engels hebben we vooral geoefend. Want vorige week hebben we een toets met een soort van grammatica. En dat hebben we dus geoefend. In het begin was het wel dat ik een aantal dingen fout had. Maar uiteindelijk snapte ik het wel goed. Dus ja, dat wordt een goed cijfer. En voor de toets die we vorige week hadden gemaakt, had ik 10 fouten. Van de 58, dus ik heb sowieso voldoende, dus daar ben ik blij mee. Maar die man had dus nog niet de cijfers. Dus ik dacht gewoon helemaal, ja, mijn cijfer. Zeg, ja, sorry jongens, ik heb jullie toetsen nog geen cijfer kunnen geven ofzo. Dus ik zat echt, jullie dingen. Maar ja, ik weet in ieder geval dat ik er voldoende heb, dus dat is altijd goed. Ik ga zo eten en dan zie ik jullie straks weer. Ik ben dus nu aan het eten en ik eet een wrap met kip, sla, komkommer, paprika en nog een sausje. Dus dat is zeer lekker. En ja, nou ja, zoals jullie horen zitten we hier nu met meerdere. Kijk, Esmee is er al. En Jules is daar ook al aan het eten. En ik ga dus nu ook even nog mijn wiskunde doen. Ik ben dus een topper. Want ik heb morgen mijn wiskundeproefwerk. En dat vind ik niet leuk.
Maar ja, dat ga ik dus nu even doen. Tot hoi, het is nu ongeveer 3:05. Zoals jullie zien loop ik buiten. Ben je aan het denken van, wat doet zij nou weer buiten om 3:05 voordat ze eigenlijk om 3:00 moet trainen. Maar ik moet naar de fysio, samen met Esmee. En ik moet voor mijn elleboog naar de fysio. Dat is logisch eigenlijk. En ja, we moeten dus naar de overkant lopen. Kijk, er zijn zo bij HVA, Club West. En dan moeten we dus straks de trap op. Ik weet niks meer te vertellen eigenlijk aan jullie. Ja, we moeten dus naar de fysio. Oh ja. Zeg maar, wat ze gaat doen waarschijnlijk is me dit allemaal losmaken of zo. En een beetje vragen hoe het gaat en zo. En maandag krijg ik een korte solprik voor mijn elleboog. En dat gaat hopelijk helpen. Zeg maar, een soort van ontstekingsprik of zo. En dat heb ik eerder ook gehad in mijn pols. En dat had echt goed geholpen. Dus ik hoop zo dat deze prik ook gaat helpen. We lopen nu naar binnen toe. Dus ja, dat was mijn korte verhaal over maandag. Dus ik heb eigenlijk best wel zin in maandag, maar ook weer niet, want die prik doet heel veel pijn. Maar ja, daarna als ik dan niet die prik heb gehad, dan is het hopelijk beter. Binnen. We gaan nu naar boven toe. En we moeten zeg maar sowieso bij een soort van sportschool is het een beetje eigenlijk. Dus ja, kijk hoe interessant het is hoe wij naar boven lopen. Denk aan het milieu, gooi plastic fles daar. Ja. Oké. We lopen nu de trap op. Ja. En dan zie ik jullie straks na de fysio weer. Zo, we zijn net klaar met de fysio. En ze heeft ons gemasseerd. En mijn elleboog. Oh, dit is zoveel pijn, hè. Hoe Devin het altijd zegt, spiermishandeling. Dus de fysio heeft bij mij spiermishandeling gedaan. Het voelt nu wel even lekker losser. Dus dat is wel altijd fijn voor de training. En ik moet volgende week dinsdag moet ik weer komen naar de fysio. Dus ja, we lopen nu weer terug naar Turnhal. En dan zie ik jullie straks na de training weer. Hoi!
ben net klaar met training. En ik ga nu naar buiten lopen. En mijn vader komt me ophalen. Ja, de training ging op zich wel oké. Balk ging niet zo heel goed. Wow! Yeah, ik heb fans. Ja, yes, nou, ze gingen dus allemaal zwaaien. Kijk. Nou, Sanna. Ja, nou, dat was even een break tussendoor. Ja. Dat is de moeder van Sanna. En brug ging op zich ook wel erg goed. Sprong ging al zeker helemaal goed. Ik zit hier nog door te praten. Vloer ging ook zeer goed. Ik heb ook zo'n dubbel schroef bij de blauwe paan gehaald. En dat was aan het einde van training, dus ik was moe. Maar dat was nog wel gegaan. En bij conditie, ja, geen woorden voor. Het waren mijn benen helemaal leeg. Dus ja, ik loop nu naar buiten toe. En zie ik jullie straks weer. Ik ben nu net thuis. En het is 7:55. Ik zit nu aan tafel. Moet ik gaan eten. En ik eet dus rijst met kip en broccoli. En na het eten ga ik nog eventjes leren. En daarna ga ik denk ik douchen. Of eerst douchen en dan leren. Maar dat kijk ik straks wel even. Dus ik zie jullie zo weer. Ik ben net klaar met leren. Ik heb morgen namelijk mijn wiskundeproefwerk. Maar ik ga dus nu douchen, zoals jullie zien. Dus ja. Maar jullie mogen dat natuurlijk niet zien. Het is nu onderhand alweer 9:50. En ik ga straks lekker slapen. Dit was de dinsdagvlog. En als je op de hoogte wilt blijven van onze video's, druk dan zeker op het belletje. Vergeet ook niet te abonneren. En als jullie deze video leuk vonden, zet dat dan hieronder in de comments. En laat weten wat je ervan vond. En of we vaker dit soort video's moeten posten. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram, Kaylee Sumter. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.